te kijken naar het open water. Hoe wild en heftig het was. En dan met zo'n klein bootje op het water. Ik denk, als ik het hoorde hoe mijn moeder vertelde, waren er echt golven van een paar meter hoog. En het gaat gewoon als een storm heen en weer. En ja, dat is gewoon ja, onvoorstelbaar eigenlijk, dat wij hebben dit moeten meemaken. Het zijn unieke beelden van de dag dat Minh Vu en zijn familie in 1981 gered worden door een Nederlands schip. Als bootvluchtelingen dobberen ze over zee. Gevlucht uit het communistische, door oorlog verscheurde Vietnam. Het was gewoon zo heftig, uit wanhoop denk ik dan, dat ze dan besloten van we moeten hier weg. In het geheim bouwt Minh's vader een boot. Vader, moeder en 7 kinderen gaan met gevaar voor eigen leven op de vlucht. Uiteindelijk was het gewoon zo chaotisch dat mijn moeder zelfs mijn zus kwijtraakte tijdens het vluchten. En dat iemand anders toevallig haar mee heeft genomen bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingetjes waarvan je denkt van ja, joh, stel je voor als het allemaal niet gegaan is, dan had ik misschien mijn zus ook niet meer gehad. Als ik het hoor hoe dat was geweest, dat is voor mij gewoon denk van ja, het is gewoon een ware nachtmerrie eigenlijk. En ik als baby heb dat gewoon mee moeten maken onbewust. Minh is dan 2 maanden oud. Na een aantal dagen op zee wordt gedacht dat hij door ondervoeding is overleden. En dat mijn moeder zegt van nee, hij leeft nog. Ik hou hem gewoon net zo lang vast dat we gered zijn of in ieder geval ergens komen. En eerder laat ik hem niet los. En dat was eigenlijk mijn moeders instinct dat ik hier nog ben. Na 5 dagen op zee hebben ze de moed opgegeven. Vele schepen laten hun links liggen. Tot er plots een Nederlandse olietanker rechtsomkeert maakt. En op een gegeven moment keerde hij terug. En mijn ouders waren heel gelovig, of nog steeds. Nou, op een gegeven moment kwamen ze dichterbij. En mijn ouders zagen allemaal witte matrozen. En voor hun was het gewoon de engelen. Die kwamen redden eigenlijk. En ja, het was gewoon een heel bijzonder moment natuurlijk. Het Nederlandse schip is hun redding. Via Singapore komen ze in Nederland aan, waar ze in Horen een nieuw bestaan opbouwen. Vader Vu introduceert de Vietnamese lumpia, wat uitgroeit tot een fabriek. 4 jaar later overlijdt Minh's vader. Minh besluit het familieverhaal in een boek uit te brengen. En inmiddels is hun familiegeschiedenis nu ook in theater te zien. Iedere keer als ik Minh ook spreek van wie het verhaal is, het is bizar als ik jou zie en dat ik dan realiseer dat jij dit echt hebt meegemaakt, jouw familie dit echt heeft meegemaakt, dat raakt mij echt heel erg. Dat ik dat verhaal dus dan mag vertellen is echt heel bijzonder voor mij. Kom naar me kijken, heb een kom, dit is mijn moe. Samen met de producent reist Minh af naar Vietnam, terug naar zijn geboorteplaats. Hij ontmoet daar op het vliegveld voor het eerst zijn neef en beseft aan de hand van de verhalen hoe verschrikkelijk het in die tijd geweest is. Er lagen gewoon lijken in het water of mensen werden doodgeschoten. Nou, toen kreeg ik een brok in mijn keel en een traan en ik dacht van Jezus, dat mijn ouders dit hebben gedaan en dat ik hier mag staan. Ik voel me eigenlijk als toerist, ik ga terug naar mijn land. Maar omdat ik daar familie heb en die mij zo verwarmt en zo met open armen letterlijk gewoon omhelst en een knuffel geeft en alles kan, terwijl ze eigenlijk helemaal niks hebben. Ja, dat voelt gewoon zo warm aan en zoveel liefde, dat ik denk van, jeetje, dit is ook mijn thuis.